Ik ben Hans Polak en ik woon hier met mijn vrouw en met mijn drie kinderen in een tent, in een Kirgische tent. En we hebben samen een mobiele bakkerij. En vroeger reisden we heel veel door Europa toen we nog geen kinderen hadden. En nu tot we kinderen hebben, reizen we minder. En doen we veel meer projecten bij scholen of kleine dingen met de bakkerij. Eigenlijk heb ik ooit op de universiteit in Utrecht, zei ik van ik ga met mijn fiets rondreizen en dan neem ik een oven achterop mee. En dan bak ik brood en dan verdien ik zo wel mijn geld. Dat heb ik toen gezegd. En toen heb ik ook in de plantage Dok bij Artis, in de broedplaats daar, heb ik een bakkerijtje gehad. Overgenomen van bakker Arend, ook al een bekende plek. En dat werd toen heel officieel. En toen heb ik besloten van in plaats van dat ik hier helemaal in het meel en in het stof dagelijks moet zitten, ga ik eruit. En toen kwam ik Hans tegen en eigenlijk met hem hebben we gewoon gezegd van nou, dan maken we die bakkerij mobiel. Op de plantage Dok, dat was op zich een hele fijne plek is dat, de broedplaats daar. Die is toen, het enige was dat ik als bakker met mijn idee over de bakkerij, dat ik daar zoveel moest investeren om officieel een bakkerij te worden. Met hele hoge afzuigsystemen en tegeltjes overal. Wat op zich waar waarschijnlijk weer wat voor te zeggen is. Maar voor mij was het niet realistisch om op een eigen wijze een bakkerij te draaien. En dat is hier wel mogelijk geweest op het ADM. En ook daarmee dat we gewoon heel veel ervaring in het buitenland hebben opgedaan. Over festivals, bakken, brood, mensen ontmoeten, ideeën uitwisselen. Het is echt een hele eigen manier van ervaren. Ja, ik hou ervan om alles zelf te maken. Alle soorten van gebruiksvoorwerpen. Of het nou de douche is, of de tent is, of de banken, of een vaas, of dat vuurtje, een dansend vuurtje. Ik vind het gewoon heerlijk om te experimenteren met materialen en om daar lekker mee bezig te zijn. En ja, dit is voor mij echt een plaats waar ik mezelf kan zijn. ADM staat voor mij eigenlijk wel voor andersdenkende mensen. ADM. En ja, ik mag hier mezelf zijn. En dat vind ik een groot goed. Ik vind dat mensen zeggen wel eens, jullie geven ons een droom terug. Jullie kunnen ons inspireren door hier te zijn zoals jullie hier leven. En zo voel ik dat ook. Nogmaals, ik vind het zo van wezenlijk belang dat er zulke soort terreinen zijn als hier, als het ADM. Het is volgens mij het enige terrein hier in Nederland die zo ingericht is, waar zoveel vrijheid is, zonder regels. En waar alles is, waar alles in mogelijk is. Iemand zei me laatst tegen mij, het is een cultureel erfgoed. En ik denk ook dat het zo is. Er is geen plek in Nederland die zo kan zijn en zo is als het ADM. En dat moeten we koesteren. Dat moeten we koesteren. Alles wordt eenheidsworst. Of je in welke stad je nou ook bent, de huizen, alles is hetzelfde. Hier zijn de dingen nog in grote verschillen waar te nemen. Wat allemaal mogelijk is. En winkelstraten, alles lijkt tegenwoordig op elkaar. Het is onderhand een storing in de computer. Ik vind het een vreselijk beeld, af en toe. Laatst waren we ergens op bezoek en we lopen het huis uit en het eerste wat ze tegen mij zei, hé, maar papa, zo gaan wij toch niet wonen, hè? En toen was ze beneden, toen liepen ze de trap af en toen liepen we over de stoep
En moet je eens kijken, zo'n kleine stoep, daar kan ik genees met mijn skelter over. Daar kan ik genees over rijden. Zo'n driewielertje, dat is, ja, ik vind hem prachtig. Gewoon omdat het, mensen gooien dat weg, maar hij is zo, ja, ik vind hem bijzonder mooi. En dat noemen ze dan afval. En dan moet je hem repareren. Waarom moet je hem repareren? Ik vind juist die vergankelijkheid dat hij mooi is. En zo is de bakkerij, die is ook uit afval eigenlijk gebouwd.